Hallo internetvrienden, daar was ik weer. Het heeft weer eventjes geduurd. Ik ben de afgelopen tijd best wel druk geweest met naar mijn agenda kijken en janken. Ik heb ineens echt best wel heel erg veel te doen. Jullie weten ook wat voor chaot ik ben, dus dat ging een beetje mis allemaal. Maar ik ben in ieder geval vandaag weer terug met een nieuwe aflevering van GARE TV Programma's. Aangezien iedereen er altijd om vraagt en ik dan heel eigenwijs zeg, ik ga het niet te vaak doen, maar eigenlijk... boeit het ook allemaal. Boeit allemaal niet. Het is een aflevering die wel een klein beetje aansluit op mijn persoonlijke leven. Het gaat namelijk over iemand die rijles neemt. En ik heb toevallig maandag mijn allereerste rijles gehad. Het was fenomenaal. Ik was er dus zeg maar ook gewoon ook echt serieus gewoon goed in. Ik ben helemaal naar Utrecht gereden over de snelweg. Ik heb helemaal geschakeld en shit. Ik voelde me helemaal trots op mezelf. Maar daar gaat het nu niet over. Waar het wel over gaat deze aflevering is over stijl. Ja, het gaat gewoon over stijl weer. As always. Ja. En matjes dan? Roze matjes? Nee. Lisa en Nathan zijn ruim 2 jaar samen. Ze vinden het de hoogste tijd om een volgende stap te zetten in hun relatie. En ze zijn blij dat ze nu eindelijk kunnen gaan samenwonen. Deze week hebben ze de sleutel gekregen van hun nieuwe huis. Deze aflevering begint gelijk al echt enorm ongeloofwaardig, want niemand heeft ooit zoveel lol in de gamma. Weet je van dit? Ik weet niet wat het is. Het is €130, doe normaal. Nou lieverd, ik zal je uit je lijden verlossen. Het is namelijk een zaag. Nou en? Is toch handig? Nou dan. Oh, nog zo'n fietsstraat. Ja, maar schiet even op, want ik heb zo'n rijles, ja. Oké? Okay? Hallo. Ja, het is nu nog heel veel gestunt om met de fiets natuurlijk. Want ik heb geen rijbewijs omdat ik epilepsie heb. Dat is heel lastig, maar goed. Binnenkort had Lisa haar rijbewijs en dan kan ze hem overal toe chauffeuren en worden dit soort dingen ook veel makkelijker. Shit. Dit is best wel ernstig, dus daar ga ik ook verder geen grapjes over maken. Maar als iets me onverantwoordelijk lijkt, is het om met epilepsie en op volledige vloer achter op je fiets de weg op te gaan. Oh shit. Nee, dat is niet grappig. Er is gelukkig wel een oplossing voor het fietsprobleem. Dinant is een goede vriend van Lisa en Nathan. En hij heeft aangeboden om Lisa rijles te geven. Ik heb al een stuk of 60 rijles gehad onderhand. Ja, ik heb dus totaal geen talent voor het autorijden. Nou, gelukkig heb je wel een goed karakter. Maar ja, het moeilijke is dat ik het wel gewoon zelf moet betalen. Op zich zijn er best wel veel mensen die hun rijbewijs zelf moeten betalen, maar oké. Ik moet dus extra lessen nemen bij Dinant. Omdat ik anders mijn examen niet haal. Dus dat heeft hij wel duidelijk gemaakt naar mij toe. Alleen, we hebben daar eigenlijk geen geld voor. Dus in ruil voor die lessen, dan doe ik dus dingen bij Dinant. Oké, dingen, duidelijk. Leuke dingen, vieze dingen, boem-boem dingen. Mens. Ik trek hem wel eens af. In ruil voor een les. Nou, als je dat binnen de context bekijkt, vind ik dat nog best schappelijk onderhandeld. Aan haar uitdrukking te zien, vindt ze dat in ieder geval zelf niet echt. Heb je gekeken naar rechts? Ja. Of de verkeer aankwam? Ja. Want je weet, rechts... heeft... voorrang. Voorrang, heel goed. Deze guy is echt een scheidinstructeur. Logisch dat je 100 lessen nodig hebt als je bij les 60 gaat vragen welke kant ook weer voorrang krijgt. Maar net als we denken dat de les voorbij is, wil Dinant nog een blokje om. We zijn er. Laten we nog even een klein stukje gaan rijden. Hoezo? We gaan nog even een klein stukje rijden. Hoezo? Hoezo, hoezo? Je zit net zelf te vertellen dat je zijn versnellingspook kietelt om extra gratis les te krijgen. Na de rijles komt Dinant nog even bij Nathan kijken hoe het met de verbouwing gaat. Zo. Marcella, de vrouw van Dinant, is er ook. Hey. Goed, hè? Gaat het een beetje? Ja, het gaat hoor. Nou, ik ben blij dat het over 2 maanden klaar is. Zo. Ja, snap ik. Oh, wel mooi zwanger. Ja, mooi hè? Ja, dankjewel. En stel je nou voor, ze gaat nu rijexamen doen. Dan heeft ze best wel wat lessen gehad. En dan zakt ze. Dan ze is al een waardeloos chauffeur. Schadelijk voor mijn naam. Nee, dat risico ga ik niet lopen. Nee, want die leerling aan je pik laten trekken is natuurlijk niet slecht voor je naam. Lisa geeft haar gevoelens over de situatie in een vlog. Dinant heeft mij even apart genomen om mij te vertellen dat ik nog lang niet klaar was voor mijn examen. En of ik even wat extra rijlessen wil komen nemen. Alleen in ruil daarvoor moet ik wel met die klootzak naar bed. Dat is toch niet normaal? Dat is toch een hufter? En hij zegt ook nog eens dat het hem niet boeit, want hij is toch uitgekeken op Marcella. Terwijl Marcella gewoon zwanger is van hem. Het is zijn kind. Lisa wil stoppen met rijles, maar Nathan denkt is visa, ik ga even een auto kopen. Op de terugweg wil Nathan alvast bij een dealer langs, omdat hij een tweedehands auto wil kopen. Hier? Nee. Nee, ik doe normaal. Ja, ik wil het gewoon even laten zien. Dit wil ik niet. Vind je het wat? Ja, hartstikke leuk. Ja, toch? Ja. Nou, meenemen dan? Dat is geen grapje. En nu kan ze dus niet stoppen met rijles en krijgt ze gewoon helemaal gigantisch enorm finaal kortsluiting. We hebben toch een auto nodig? Ik ben nog aan het rijden. Dat weet ik wel, maar dan kun je gelijk naar rechts straks. Doe even rustig. Ik vind het wel een leuk dingetje. Ja, hij is heel leuk. Maar kunnen we dit ook doen als ik klaar ben met mijn rijlessen? Nou, kan wel, maar ik vind het wel handig. Maar hoezo handig? We hebben hier helemaal geen geld voor. Als Nathan iets in zijn hoofd heeft, gaat dat er niet meer uit. Maar vind je het een mooi autootje? Ja, maar ik wil... Laten we gewoon even gaan. Oh, wat is het budget? Nou... Die hebben we niet. Die hebben we niet. Ik was liever gewoon doorgefietst, hoor, maar... De volgende dag heeft Lisa weer les van Dinant. En hij voert de druk behoorlijk op. Dat heb ik al zo vaak tegen jou gezegd. Ja, gewoon verkouden. Ja, verkouden? Je kan toch niet tijdens het rijden aan je neus zitten? Je weet je hoeveel ongelukken er gebeuren? Je kan toch niet tijdens het rijden aan je neus zitten? Wat de fuck is dan het volgende advies? Kan je misschien even stoppen met ademen, want je kan maar één ding tegelijk doen achter het stuur? Je moet hier voorrang geven. Kijk nou uit! Je kijkt niet in je binnenspiegel. Ik snap nog ook gewoon even niet waar ik heen moet. Ik zeg links. Je kan toch niet zomaar in één keer naar links gaan? Je gaat eerst... Wat heb ik je nou geleerd? Binnenspiegel, buitenspiegel, schouder en dan ga je pas. Grap. Als jij met iemand wil neuken, dan moet je vooral zo tegen diegene gaan doen. Ik zou hem zo graag een keer een trap in zijn ballen willen geven... dat hij gewoon geen kinderen meer kon krijgen. Nou ja, hij heeft op zich net iemand bezwangerd, dus daar ben je een beetje laat mee. Maar ik begrijp de intentie. Sorry. Laat me rust! Ik wil drinken. Nee, ik moest wel weg. De situatie escaleert helemaal de pan uit als Dinant besluit... haar mee te nemen naar een goedkoop hotel langs de weg. Ik heb iets heel afschuwelijks gedaan. Ik heb seks gehad met Dinant. Een stom hotel. Dat is echt afschuwelijk. Maar het zou achter gesloten deuren niet zijn als er geen ruimte was voor een kleine plot twist. 2 dagen later heeft Lisa opnieuw autorijles. Maar tot haar verbazing komt er iemand anders opdagen. Lisa? Ja. Ah. Hi. En Christine. Lisa. Hi. Ik vervang Dinant. Die is niet aanwezig nu, want zijn vrouw is aan bevallen nu. Ik zal even samenvatten hoe het allemaal gelopen is. Het ging natuurlijk fantastisch. Ze heeft niet aan haar neus gezeten tijdens het rijden. De instructrice snapte niet waarom ze zoveel lessen nodig had. Het was allemaal fantastisch. Allemaal... Ja, ik ben zo pissed op Dinant. Hij heeft mij al die tijd laten geloven dat ik een onwijs slechte chauffeur ben. En dat alleen maar om mij het bed in te krijgen. Op zich had je dit van tevoren kunnen bedenken, maar... Ja, ik ga die gozer even heel duidelijk maken dat dit spelletje voorbij is. En die consequenties, die zijn voor hem. Ondertussen heeft de vrouw van Dinant even een kind gebaard, dus gaan ze op kraamvisite. Ja. Kijk eens. Tuurlijk, ze is zo rustig. En tante Lisa. Ah, leuk hè. Het is gelijk zo druk. Het was natuurlijk helemaal kut op kraamvisite, maar ze gaat Dinant nu confronteren. Of niet? Ja. Maar kijk eens, ja, jongens. Ja, ik heb echt gedaan. Kan je even meekomen? Ja, dat is goed. Wil jij er even vasthouden? Ja, nou, als je stil blijft wel. Natuurlijk. Wat is er aan de hand? Ja, wat denk je dat er aan de hand is? Geen idee. Jij bent 1 keer afwezig omdat je vrouw ligt te bevallen. Ja. Ik heb les van een ander en het gaat goed. Het gaat top. Nou, zo goed gaat het wel. Zo goed gaat het wel. Je was er niet bij, Dinant. Jij hebt gewoon tegen mij lopen liggen, omdat jij mij gewoon de pet in wil krijgen. Dat is gewoon wat je wou, toch? Er is een immens hevige ruzie gegaan, dus ze had het allemaal niet aanzien komen. Want natuurlijk, een rijinstructeur die je laat neuken voor gratis rijles... Ja, daar verwacht je natuurlijk van dat hij het beste met je voor hebt. Ik snap het ook wel. Dat is helemaal niet waar. Ik heb waarom heb je het gedaan dan? Waarom heb je het gedaan dan? Weet je, wil je weten waarom je het gedaan hebt? Vertel maar eens even. Omdat je het zelf ook heel graag wilt. Ja, ik snap hem niet hoor. Hij valt duidelijk door de mand. Ik bedoel, dat zien we allemaal, toch? Dat zie jij ook. En dan alsnog probeert hij mij te chanteren. Ik bedoel, hij spoort toch niet, die gast? Je zag hem niet goed bij zijn hoofd. Lisa, wat is aan de hand? Niks. Vertel dan. Nou, zeg dan wat er aan de hand is. Je snapt het toch niet. Je gaat het toch niet begrijpen. Ook al vertel ik het nu niet. Wat niet? Waar komt dat vandaan, man? We gaan gewoon op kraamvisite, toch? Wat is aan de hand? Nathan snapt er geen ene hele moer meer van. Oké. Ik wil het best vertellen, maar dan mag je echt niet boos worden. Nou, vertel nou. Lisa gaat het vertellen. Doe nog gewoon even rustig. Ja. Nee, maar jij zegt het terug. Oké, ik wou Marije samen aanvragen. Dat mocht niet van die... Nee, hij zei dit en ik vind het niet leuk. Die hadden maar op 1 voorwaarde. Wat? Nou, kom op, wat is er aan de hand? Wat moet je doen? Ik heb seks met een hond. Verdamme. Blijf van me af. Doe even normaal. Blijf van me af. Blijf. Doe even normaal. Doe even normaal nu. Waarom doe je zo? Dat doe je... Oh nee. Ik had toch geen keus. Ik moet jou toch rondrijden. Ik moet mij de schuld lopen en met Dinant loopt de neuken, man. Ik ga nou nog mijn rijbewijs halen. Wacht nou even. Flikker op. Het komt er eigenlijk gewoon op neer dat alles verneukt is. Door het gedrag van Dinant is de roze wolk van Marcella wreed verstoord. Toen Lisa en Nathan weggingen, wilde Dinant helemaal niet vertellen waar die ruzie over ging. Ja, totdat Nathan terugkwam en ruzie met hem ging zoeken, ja, toen kwam alles aan het licht. Ik heb hem gelijk het huis uitgegooid. Wat denkt hij wel niet? Ja, ik weet het gewoon niet meer. Moet ik Dinant nou vergeven of niet? Ik snap gewoon niet dat hij dat gedaan heeft. Maar ik wil hem nu gewoon even niet zien. Misschien ooit, maar nu niet. En Lisa... Ja, ik weet ook wel dat ze heel erg onzeker is. En Dinant heeft er gewoon misbruik van gemaakt. Maar ik wil haar ook gewoon niet zien. Nee, ik wil niet zien. Ik wil allebei niet zien. Volgens mij wil ze niet zien. 2 weken later mag Lisa afrijden. Nou, vandaag is de grote dag. Ik dacht dat ik heel zenuwachtig zou zijn, maar het maakt me eigenlijk allemaal niet meer zoveel uit. Het examen zit erop. Heeft Lisa dan eindelijk haar rijbewijs gehaald? Precies, oké. Nou ja, zet hem maar gewoon neer. Ah, zet hem maar. Nou, even over de rit, over het examen. Ik moet je helaas teleurstellen. Je hebt heel goed gereden op zich, maar... Er waren toch 2 foutjes in. En ik weet zeker dat je de volgende keer dat je het wel haalt. Het is op zich wel uiteindelijk alsnog een realistische aflevering. Want zelfs na 80 rijlessen heeft ze haar rijbewijs niet gehaald. Wat waarschijnlijk bij mij ook het geval gaat zijn. Maar hoe dan ook, ze laat zich niet tegenhouden. Maar hij zegt dat het echt goed zou komen de volgende keer. Dus daar vertrouw ik echt op. En ik ga ervoor. Met Nathan, ja, dat zal de tijd leren. We zijn rustig aan weer bezig. En, ik hoop echt heel erg dat dat goed komt. En met Dinant, ja. Nou, als ik de keuze heb, stap ik niet bij hem in de taxi. En ik zou elk meisje aanraden hetzelfde te doen, want die is niet helemaal goed. Het zal in ieder geval allemaal wel weer. Het is weer een gigantisch vaag verhaal. Dit was het, jongens. Ik wou nog even nu een leuk gesprek voeren met jullie. Gewoon over dingen, persoonlijk, weet ik veel. Maar ik moet weg, dus het houden jullie nog te goed voor mij. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk om hier weer even te zitten. En ik zie jullie natuurlijk weer de volgende keer. Adieu!